Yvonne Aman, we staan hier bij een gesloten Daily France, voorgoed gesloten. Je bent centrummanager vanaf morgen, dinsdag, van het centrum van Almelo. Wat vind je hier nou van? Ja, ontzettend jammer natuurlijk. Dat is niet zo'n hele goede start inderdaad, als we morgen officieel gaan beginnen. De Daily France dicht, dat is wel echt een ontzettend gemis voor Almelo. Sinds 1989? Sinds 1989 inderdaad. En 20 januari de laatste stokbrood gebakken, helaas. Ja. Heeft een centrummanager nou ook nog een rol in hier proberen iets nieuws in te krijgen? Ja, dat zijn taken die we met elkaar oppakken met de binnenstadondernemers, maar ook in samenwerking met de gemeente en met vastgoed. En al die banden zijn we dus inderdaad nu in een gouden cirkel aan het krijgen. En van daaruit kunnen we gaan onderzoeken wat hier kan komen en of er nieuwe ondernemers zijn die hier kunnen gaan starten. En wat is een gouden cirkel? De gouden cirkel, vroeger had je de gouden driehoek, dat waren ondernemers, dat waren vastgoed of pandeigenaren en de gemeente. Die driehoek is uitgebreid naar een cirkel, zodat we meer mensen kunnen betrekken. Dat betekent natuurlijk dat ook de bewoners daarbij horen. Het winkelend publiek hoort daarbij. Eigenlijk iedereen die belang heeft bij een florerend centrum. Bent u dus centrummanager. Er is al een zeker drietal centrummanagers voor u geweest. Wat gaat u anders doen dan zij? Ik wil meer de verbinding opzoeken met de mensen die hier horen. Mijn voorgangers, niet dat het geen kwaad woord daarover, absoluut. Maar zij kwamen niet uit Almelo zelf. Ik heb de binding met de stad, denk ik, of zelf wat meer. Ik ken de ondernemers, de meeste ken ik allemaal. Dus mijn doel is om wat meer zichtbaar te zijn. En dat ondernemers mij ook makkelijk kunnen vinden. Waar kunnen ze je vinden? Mijn telefoon staat altijd aan, dag en nacht. Mijn e-mailadres is bij alle ondernemers bekend. En ik loop vrij veel over straat inderdaad. Ik heb geen kantoor in Almelo, maar ik ben eigenlijk altijd bereikbaar. Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de binnenstad, zoals het proeflokaal Zwarte Parochie, wat echt loopt als een tierenlier. Wat vind je hiervan? Ja, geweldig. Echt geweldig. We hebben toevallig vorige week onze eerste nieuwjaarsreceptie hier gehouden. Nou, zo'n ontzettend leuke ambiance. Het is de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging inderdaad. Ja, gewoon ontzettend gezellig. Leuke ambiance. Het ziet er fantastisch uit. Ja, echt een aanwinst. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat er meer van dit soort ontwikkelingen in dit deel van de Grote Straat tot stand komen? Ja, en ook dat doe ik niet alleen. Dat doen we echt met elkaar. En voordat we inderdaad die bouwstenen kunnen gaan leggen, moet eerst de fundering goed zijn van die cirkel waar we net al over genoemd hebben. We zijn nu echt bezig met de fundering, met het plaatsen van ons stabiele basis. En vanuit die stabiele basis kunnen we gaan bouwen. En daar hebben we ook alle partijen bij nodig. Wat is die fundering? Waar bestaat die uit dan? De fundering is vooral dat alle communicatie op orde is, dat iedereen van elkaar op de hoogte is, dat we weten wat er speelt, dat we weten wat de belangen zijn. Iedereen heeft natuurlijk andere belangen bij het centrum. Aan de andere kant hebben we allemaal wel hetzelfde doel. Dus we moeten zien te zorgen dat al die belangen op één stapel komen. Er wordt hier achter ons flink gewerkt aan het ombouwen van winkels, van ruimtes boven winkels tot appartementen. Dat vind ik ook een goede zaak. Het wonen boven de appartementen, het Groot Gravenkwartier, zal natuurlijk wel meer gaan transformeren in wonen in het centrum. Dat is eigenlijk een landelijke tendens waarop Almelo best wel voorop loopt, vooruitstrevend is. Het is steeds meer het wonen, werken, recreëren in hun centrum. Het centrum is een ontmoetingsplek voor iedereen. En dat is zoals het vroeger was, dat je echt een dag ging shoppen. Dat is niet meer. Je gaat wel heen winkelen, maar je gaat ook met andere dingen doen. Je komt om elkaar te ontmoeten en je komt inderdaad om gezellig bij de Zwarte Parochie wat te gaan drinken met elkaar. Of om een hapje te gaan eten. Maar het krijgt een meer uitgebreidere functie, het winkelgebied.